Maar vertel. Kijk, ik wil niet te veel in details gaan. Er zijn vrouwelijke DJ's. Maar zijn vrouwelijke DJ's die bepaalde zaken doen voor boekingen. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja? Het is mijzelf. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hij doet het. Welkom bij de eerste Latin Village 2024 podcast. We zijn in de mooie steekclub Leidse op Leidseplein. En we hebben vier prachtige gasten. Vandaag hebben we het over verschillende dingen. Everhouse, Amapiano, Latin Village en natuurlijk How to be a good DJ. Pascal, vertel. Wat wil je weten van mij? Wie ben jij? Ik ben Pascal Moret. Ik ben DJ, producer, label-eigenaar van Aracha Records. Wat doe ik nog meer? Dolfijnentrainer in mijn vrije tijd. En... Ja, dat was het wel. Nee, maar weet je, je praat heel kort, maar heel veel mensen kennen jou. Sommige mensen kennen je niet. Dus je bent natuurlijk een van de pioniers van Afrohouse in de Nederlandse scene, toch? Ja, zeker. Of ja. Zie je me nee knikken? Nee, is niet waar. Ja, ik ben een beetje de Afro-opa in Nederland. Ik ben sinds 2009 met Afrohouse bezig. Kleine events gedaan hier in het centrum van Amsterdam. Daarna ben ik bij jou gaan bedelen om... Bij Latin Village aan de slag te mogen. Ja, en dat is waar. Hij ging ook echt bedelen. En daar gaan we straks verder op in. En naast me heb ik een van de beste MC's van Nederland. Oh shit, oh shit. Stel je even voor aan de gasten thuis. Oh, hey, hallo iedereen. Ik ben MC Me. Ik ben echt al, ook sinds 2009 zo. 2008, 2009 zo al in de game. En ik MC echt al een hele tijd. En ik ben ook zeker gaan bedelen bij die Rashid van een comeback. Van yo... Kan ik bij jou resident zijn en dit en dat, bla bla bla. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ik kan alles nog goed herinneren. Ja, toch? Jeet toch? Toen heb ik ook gezegd van, hey, als ik ergens wil staan, dan is het altijd bij Latin Village. Ik voel me als familie hier. Dus dat is het eigenlijk een beetje, man. Het is mooi gezegd, Latin Village is ook een familie. Deze ja. Podcast is ook een familie. Hier zitten allemaal mensen natuurlijk grote talenten. We hebben ook de Princess of Afrotech. Stel jezelf voor. Nou, hallo, ik ben Tani J. DJ voor nu 4 jaar bijna. Afrotech, sinds 2 jaar nu ook Amapiano erbij gekomen. En ja, dit is mijn eerste jaar eigenlijk pas Latin Village door Pascal. En ik hoop op meer. Ja, dat zou heel leuk zijn. Ja. En we gaan nu natuurlijk echt de koning van Rotterdam, echt the man. Ja, ik hou hem even. The man with the dreads, de man die altijd lacht. Ik heb je nog nooit zo graag gezien. Stel jezelf even voor, de Rudy. Ja. Samen zo. Mijn naam is Rudy Lima, kom uit Rotterdam. Ik zit al heel wat jaren in de afro-wereld, begonnen in Rotterdam. Ik heb gelukkig niet hoeven te bedelen. Die Rashid voor mezelf lauw. Ja. Is dit een Disney Hunt 2 of niet? Ja. Dan gaan we even praten over die Rashid. Jaar. Ja, toch? Ik weet nog dat die Rashid op mobiele West stond. En ik kreeg Greatest, voor toch? Hem. Greatest 23, ja, toch? Ja. Toen komt hij zelf naar mij toe en zegt, hey, ja man, ik moet jou echt een keer op Latin Village zetten. Ja, het is dus, ook waar, weet je, het is natuurlijk Afrohouse. Lijkt heel erg voor mij op Latin House, maar als ik het hoor, dan komt het mij ook gewoon... Kriebelt het heel erg. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Weet je, het kriebelt heel erg. Zeker. En je draait gewoon geweldig. Ja. Weet je, als ik hoor, het is gewoon de spirit, het is de vibe. Thanks man, thanks. Waardeer ik. Maar als je moet kiezen tussen Amapiano of Afrohouse, Afrotech, wat kies je? Afrohouse, man. Afrohouse. Ja, 100%? Voor altijd. Afrohouse, altijd. Ja. Ik Afrohouse, man. En waarom? Afrohouse is meer een match voor mij. Amapiano is denk ik wel echt iets wat je moet voelen. Ik denk het is underground begonnen en ik denk dat die sound altijd gewoon nice is geweest voor de mensen die dat diggen. En dat was niet gelijk voor mij. Dus als ik er nu mee zou mengen, dan is het meer van, oh, ik zie daar een gat in. Maar het is het niet, man. Afrohouse is echt mijn ding. Dus keep it real. Ja, ik snap het al goed. Ik vind Amapiano moest ik ook echt aan wennen. Ja. Het eerste jaar dacht ik echt van, wat is dit voor muziek? Waar is die kick? Ja, ik zeg, we gaan wat toe, maar... Als ik in de club hoor, als ik voor Don Stone hoor draaien, ja. Denk ik van, wow, dit is wel hard. Don is gruwelijk. Ja. Ja, dus ja. Wat is jouw favoriet? Amapiano of Afrohouse Afrotech? Voor mij... Wacht. Moet ik even over nadenken. Drum rolls, please. Ja. Afrohouse, Afrotech, all the way. En ja, toch? Ja, ik vind Amapiano heel dope. Qua productie ook, want het is ook soulful. En dat mist nu, Afrohouse mist dat nu een beetje, vind ik. De oude Afrohouse is heel soulful en nu is het soulful is wel weer teruggekomen in het Amapiano. Dus dat denk ik wel heel erg. Dus maar wat draai je het liefst? Want je draait soms met Don Stone samen, toch? Ja. Zo back-to-back draai je dan? Wat heerlijk is. Dat zouden we toch niet vertellen hier? Of? Oh. Nee, heel Stella Morris. Heel af en toe dan draai ik Amapiano.
Ik luister ook veel. En ik heb ook een paar trekjes geproduceerd. Ook. Stiekem. Voor de liefhebbers. Maar ja. Maar ja. Ik draai het liefst Afro's. Ja, ja. Ja. Jij ik moet haal deze vraag. Dat is een moeilijke vraag, hè? Ja, dan gooi je raam in, hè? Nee, maar deze vraag. Mensen denken dat ik een Amapiano DJ ben. Ben ik niet. Ik draai het. En in de afgelopen jaar heb ik wel veel van die boekingen gehad. Dus ik snap het. Kijk, Afrotech heeft mij echt wel gered in moeilijke tijden. Dus dat zal altijd mijn eerste liefde zijn. Maar Amapiano, als het gaat om wie ik ben als persoon, zeg maar. Hoe heeft het jou past gered? Past dat meer bij mij? Depressieve tijden. Okay. Het heeft me echt, echt gewoon gered. En sinds ik dat heb gedaan en ben begonnen, doet het extra dingen. Ik pas op je mic. Maar die Amapiano, die... past persoonlijk wel meer bij mij. Dus voor mij is het van 50-50. Ik kan echt niet kiezen. Ja, allebei. Weet je, allebei heeft mij. Wat ik heel erg van Afrotech vind, het emotie. Ja, ja. Weet ja. je, laatst had ik een AD-editie hier in Steekclub Leidsen, op het Leidseplein. Was geweldig, trouwens. Geweldige cocktails. En Rudy en MTMI waren bezig. Wel en voor de appelsap. Ja, echt. En Rudy draait een plaat. Ik dacht, wat is dit? Ik heb gewoon, als ik aan denk, krijg ik nu al kippenvel. Ik had heel geëppend in die nacht. Welke plaat is dat? Ja, ja, ja. En was voor mij was het Velvet? Was het welke was plaats? Ik ben slecht in naam. Ja, maar ik ook. Ik ben, Lotus was het. Lotus. Die plaat, het is het gevoel, emotie, wel duister. Ja. Ik denk, wauw, het is wel echt gruwelijk. Ja, maar ik zeg je eerlijk, ik vind deze track zo perfect gemasterd ook. Alles klopt gewoon in die track gewoon. En je voelt hem gewoon echt. En... Ja. De geluiden die je er doorheen hoort. Ja, ik dat, dat vind ik heel erg van Afrotech Afrohouse. Het brengt emoties. Ja. Aan mijn piano vind ik heel vaak... Het heeft een hype moment. Ja, hype moment. Ja. Als ik het thuis opzet, vind ik het heel vaak saai. Saai. Mm-hmm. Maar als ik Don Stone moet draaien... Dan ga ik ja, maar het hangt een beetje af wat voor aan mijn piano je luistert. Ja. Vertel. Want je hebt die, ja, wat ik zeg net, die soulvolle aan mijn piano. Dat is gewoon lekker om thuis te luisteren. Maar je hebt die... Een private school piano, dat is gewoon echt, gewoon dood. Ja, het is dat heel is breed. Want als diep, ik Spotify intik, dan heb je zoveel variaties. Ja, ja. Daar vind ik het fijn om naar te luisteren naar een professional. Een professional zoals jullie allemaal, die weet gewoon wat de juiste plaats is, de juiste volgorde. Ja. En ik zelf heb ook één keer aan mijn piano gedraaid. En was wat je zeg bij? Jij nou? Was je bij? Sellout. Was je bij? Wat zeg jij nou? Wat zeg jij nou? Wat? Nou, het was meer om je te verdiepen. Verdiepen en ik vond het wel heel lekker om te draaien. Ik vond het wel leuk. Je was zelf bij, was in een restaurant. Oh ja, lounge. Ja inderdaad. Ja. En ik kreeg wel dezelfde vibe wat ik had met Latin House. Ja, ja. Dat heb ik ook met Afrotech. Eigenlijk vind ik Afrotech en Latin House een beetje hetzelfde. Mm-hmm. Het is gewoon een nieuwe variatie. Ja, een nieuwe variatie. Want jij draait Afrotech. Ik weet dat je heel diep kan draaien. Maar je kan ook vrolijk draaien, soulful. Maar wat draai je het liefst? Voor mij is het een reisje. Ja, dat hangt een beetje af van hoe laat ik draai natuurlijk. Ja, en hoeveel gedronken heb je natuurlijk. Nee, dat heeft niks met drank te maken. Ik drink altijd. Ik ben een part-time alcoholist. Oké, dit is een A-meeting, jongens. Het is eigenlijk een A-meeting. Is het Pascal? Afro-alcoholics. Dat is wel een mooie... Nieuwe act. Ja, nieuwe act. Oh, ik kan niet meer. Nee, maar... Ik kan niet doen. Ben je afro? Okay. Nee, dat ben ik niet. Ik pas me een beetje aan. Nee, ik mag er niks vertellen. Sorry. Laat maar. Pascal, je hebt de beurt. Oh. Jij mag. Nee, ik pas me een beetje aan het publiek. Wat ze willen. En aan het tijdstip. En als mensen binnenkomen, dan ga ik niet gelijk knallen. Diepe shit daarin. Ik vind jou persoonlijk, ik vind jou echt een heerlijke man, wil ik zeggen. Een heerlijke DJ. Oh jee, dat is een hele andere podcast. Zo, een andere podcast. Ja, een Grindr. Tirashid Grindr podcast. Oké, we gaan verder. Ja. Nee, maar je draait best wel... Hoe zou ik zeggen? Opbouwend. Ja, als je draait, draai je een verhaal. Vind ik altijd mooi. Ja, dat is mijn verhaal. Dat is een story. Ja, het is een verhaal. Weet je, als je binnenkomt, je hoort gewoon, je hebt over nagedacht. En dat is wel iets wat ik heel mooi vind. Ik heb jou nooit horen draaien eigenlijk. Zij is gruwelijk. Ik doe geen uitspraak over mezelf. Ik zal wel even vertellen. We hebben alle opnames opgenomen van Letty Village. Ook die Afro Stage. Dus jouw opnames komen ook binnenkort online. Oh jee. Ik wil dat niet van zeggen. Het was een verrassing, dat is bij deze. Ja. Dat is voor mij ook nieuw. Oh jee. Ja, ik wist verrassing. Het natuurlijk. Oh, lekker dan. En we hebben die van Rudy een tijdje geleden online gegooid. Die is heel hard gegaan. Hij was ook een tijdje de meest gezochte man
Op Latin Village. De meest gezochte man. Ja, de meest gezochte artiest. Balkje voor je ogen. Ja, artiest of man? Want artiest, er... artiest. Sorry. Waar is die? We pakken hem. Wordt verlegen nu, hè? Was het Latin Village, Rudy Lima. En daarna kwam Latin Village, Dino C. Dus hij stond gewoon boven mij. Oh, hij had zo'n goede set gemaakt. Hij had zo'n goede set neergezet. Dat kan niet. Dat is gewoon waar. Maar die boys zijn gewoon energiek. Ja. Ik heb daarom... Is wel de gouden duo. Zijn gewoon primetime altijd. Wij maken gewoon tering. Als wij komen, doen we gewoon ons ding. That's it. En ze hebben natuurlijk dansjes ingestudeerd. Alles, toch? Een beetje entertainen, toch? Een beetje entertainen. Rudy zingt erbij. Al die dansjes zijn van Rudy. Ze zijn niet van mij. Ja, want jij kan het echt niet... Nou, gaan we weer. Nee. Maar ook als jij... Je merkt gewoon dat jullie samen gewoon echt gewoon een team zijn. Jullie zijn echt een team. Op elkaar ingespeeld. Ja, want het is... Ik zie jullie echt als een twins. Ik weet niet waarom. Ik snap niet door. Ja, we zijn ook niet we zijn gemaakt, hè? Die zijn eigenlijk voor elkaar gemaakt. Het publiek heeft ons gemaakt. Het is niet van, laten we een team worden. Mensen hebben ons gewoon echt gemaakt. Nee, weet je, ik zal eerlijk vertellen. Bij Latin Village heb ik heel veel mixes gehoord van artiesten. Ook andere stages. De Latin Tech stage. De Brazil stage. En wat ik heel vaak vervelend vind, is de MC. En ik zal eerlijk vertellen. Bij jou heb ik dat niet. Bij jou vind ik het gewoon... Kipvel als ik hoor praten. Ja. Je krijgt ook kipvel. En dan ben ik serieus. Kipvel. Bij de andere artiesten ook MC hoor, met alle respect. Het is heel vaak too much. Ik had net met hun erover in de auto. Dat er een MC was. Kun je vragen, MC zonder naam te zeggen? Geen namen noemen. Maar gewoon wat jij van vindt? Nou ja, ik had dus een tijdje geleden een MC. En die snapt het gewoon niet, met alle respect. Dan ga je door a cappella's heen. Of je gaat niet eens op de maat. Je voelt gewoon niet aan. En ja, hij zei dat al in de auto net. Van ja, hij voelt letterlijk aan op het moment wat hij gaat zeggen, hoe hij het gaat zeggen. Timing, Timing is echt belangrijk. Ik heb gewoon de microfoon uitgedaan van me. Het mooiste bij MC Mi is... Het mooiste bij MC Mi is... Hij wil die aandacht niet. Nee, heel veel DJ's willen, MC's wil het ook niet. Willen de aandacht op hun. Ja. Ze willen zeg maar de showman zijn, maar hij... Ja, hij stond ook voor mij. Kijk, zag en dat maakt hem dan weer wel weer een showman. Nee. Omdat hij niet wilt opvallen, valt hij toch nog op. Ja. Deze man valt op. Ja, hij valt die energie die hij heeft. Ik vind niemand die hem niet mag. Iedereen mag ik ben de enige die ik wou net zeggen. Ik ben echt de enige. Ik mag hem echt niet. Ik ben hem zo zat, maar ik moet hem accepteren. Let's go. Op Mainstage, Latin Village. Pascal, jij kan ook wat, toch? Nou, jullie houden van elkaar. Ik weet dat jullie van elkaar houden. Veel te veel. Maar wat jij zegt klopt, vind ik ook heel vaak. Het is heel vaak de MC. Wat jij zegt ook. Die willen de shine pakken. Yeah. Ze willen de shine pakken en ze gaan niet met de timing mee. Soms zingen ze zelfs mee met de plaat. Dat haat ik. Dat is het allerergste wat je kan doen. Want als je kan zingen, oké, maar als je niet kan zingen, doe het best. Niet. Yeah. Don't do it. En heel vaak verkrachten ze... ze pesten het climaxmoment. Precies. Het climaxmoment. Sommigen gaan al meezingen, dan gooi je je beat erin en dan... herkent die MC die beat en dan gaat hij al het refrein zingen. Dus het hele element of surprise is weg. Dat kan niet. Dat heb ik ook uitgezet. Ik had het net uitgelegd. Ik zei van, ook die mooie momenten wanneer het stilte is, is een mooi moment voor een DJ zijn skills te laten zien. Op dat moment is hij ook artiest. Ja, je hoeft niet en moet je ook gewoon kunnen laten horen wat een DJ kan en hoe die is. Dus ik ben geen MC als ik daar sta. Ik ben de eerste persoon in de frontline. Als je mij ziet gaan, weet je als DJ, we zijn op die level. Yeah. En iedereen gaat mij volgen, want die tempo is daar. Yeah. Als je mij ziet verlagen in tempo, dan weet je, hey, we moeten iets aanpassen. Het hoeft niet in mijn stem te zijn. Kan in de energie zijn. Dus ik ben de eerste op de lijn. Danspassies. En ik wil dat iedereen eigenlijk zoiets heeft. Wat heeft hij op? Ik heb wat de DJ heeft. Ja. Dat is wat ik aan het doen ben. Jij bent de energy bringer. En ja, dat is ook zo. Want je bent ook een team. Maar het is ook logisch. Een MC, als hij de DJ set niet kent, kan je ook niet mee MC lijkt me, toch? Nee. Ja. Want hij moet jou toch hebben gehoord, geluisterd hebben, jouw act weten. Ja, ik stuur niet mijn set vooraf. Ja, nee, dat ga je ook niet doen, maar hij moet je kennen, toch? Dat gaan we niet maar ik vraag me af, wat is de oplossing? Buiten MC Mi natuurlijk, en een paar andere goede MC's. Gotcha. Wat kunnen we bij Latin Village doen? Dat de MC meer op niveau wordt van wat jullie act. En dat het niet zeg maar... Les volgen bij hem. Sorry. Dat is heel erg moeilijk hoor. Ja, het is moeilijk. Omdat iedereen wil zeg maar... zijn ding doen. En een MC zal altijd denken van... Hey, ik wil ook shinen. Mm-hmm. Ja. Weet je, maar dat is gewoon persoonlijk. Want ze zijn heel vaak ondergewaardeerd. MC's worden heel vaak ondergewaardeerd. Elke MC wil persoonlijk. Is ook zo. Elke artiest. Of je nou MC, DJ bent of een rapper. Je wil shinen.
En als je het moment dat je je kans krijgt, dan denk je van ik ga nu laten zien. Ja. Maar je moet wel rekening houden met je kan je negatief laten zien of positief de laten balans zien. Vinden ja, erin. Dus die balans die moeten ze zien te vinden. En meestal gebeurt dat niet, omdat dan krijg je zeg maar een egoïstische kant. Soms wil je gewoon... Van, nou ja, je hebt twee oplossingen. Goeie MC houdt je mond. Ik ben wel direct hoor. Ik zeg eerlijk, ik heb wel MC's gehad waarvan ik gewoon van E. Heb je niet over Patrick Brown of niet? Nee. Love you bro. Maar mooi, we love you man. We love you. Maar ik heb wel gehad dat ik MC's heb gehad die te veel aan het bla 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 waren. Echt ook op Afrotrek zijn ze gewoon Nederlandse tunes aan het... Oh nee, dat kan ik helemaal niet tegen. Ik ga geen naam noemen, maar mij ook af en toe... Ik draai natuurlijk Engelstalen of Spaanstalen. Ik draai nooit Nederlandstalen. Ik draai Latin Tech, dus Latin House en Latin Tech. En dan zet die Nederlandse liedjes. Ik heb de boot gemist door mijn trekken. Waarom doe je dat? Niks naar die tune, maar je wilt. Ik draai die tune niet en dat is zo verschrikkelijk. Precies dat. Het is niet wie ik ben. Maar wat zou wel de oplossing zijn? Pascal, wat zou de oplossing zijn? Voor Latin Willis dan. We hebben het nu over Latin Willis. Nou, er zit een knopje op de mixer. Dan heb je aan en uit. Hij is al direct. Als het gewoon MC me op alle stages. Of nu. En dan? Dus off, en dan kan de DJ zijn ding doen. Nou, ik zal je één ding vertellen bij Letty Willis. Al doe je hem off, blijf ik mic aan. Die mic blijft aan. Dus natuurlijk gaat niet werken. Nee, maar... Oké, je hebt je kans gehad. Wat denk jij dat de oplossing is? Een realistische oplossing. Realistisch gezien, als ze echt niet goed zijn, als het één keer gebeurt, oké. Maar misschien, niet meer boeken. Ja, nou, het probleem is... Je hebt iemand nodig om aan te afkondigen. Ja. En ik zal eerlijk vertellen, luister, ik heb de oplossing. Buiten jullie, maar veel MC's denken dat ze rappers zijn. En dat zijn ze niet. Ik heb de oplossing. Er zijn er genoeg die het kunnen, die misschien niet eens daar staan. Ik heb echt de oplossing. Weet je, ik heb... jij komt zo met de oplossing. Ik heb heel vaak MC's opdrachtgeven. Luister, MC min. Na de reclame. Zo min mogelijk. Aankondiging, een stuk afkondiging. Maar jij hebt de oplossing, vertel. Gewoon MC me van 1 tot 11 programmeren. Alle stages. Jij pakt even die set met die Rashid en dan met Rudy en dan met Pascal en dan met die. Je kan nog zelfs met Broeder Liefde gaan als je wil. Nooit. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Pascal. Ik heb bij Latin Village heb ik allebei de dagen Afro Stage gedaan. Van 1 tot en met sluit. Ja, toen we nog op die heuvel zaten. Nooit pauzes genomen. Gewoon altijd. Ja, toen we op die heuvel zaten. Gewoon gaan. Ja, maar die was wel dope. Ja, was dope, man. Ja, ik heb nog filmpjes ervan. In plaats van DJ contest, MC contest. Dan zie je wel wie de artist is. Het is een idee. Het is een serieus idee. Want, Doe mee hoor. Maar ik denk als je het gewoon aangeeft van hey, let MC op je timing. Let op dat het niet te veel is. Wat je ook doet bijvoorbeeld met tracks als bepaalde artiesten komen. En er is heel veel duidelijkheid voor DJ's. Maar er is geen duidelijkheid voor MC's. Dat komt daarna. Nou, ik zal eerlijk vertellen. Er zijn twee problemen. En wat heel vaak komt. Nou, die probleem. De MC's zijn heel enthousiast. Ze zijn heel enthousiast. Zo dankbaar dat ze Letty Willis staan. Ja, dankbaar. Ze willen laten zien, ik ben het. Ik ben Letty Willis. Ja, dankbaar. En je wilt iemand niet zo teleurstellen. Nee, tuurlijk. Op dat moment. Nee. En wat ook heel vaak gebeurt, en dat vind ik wel vervelend, is dat een DJ, niet jullie, zijn eigen MC meeneemt. Dus... Ja, maar hun zijn Sowieso, dit is een legend. Ja, nee, dat is een legend. Ik kwam hier alleen. Liefst hebben ze mij gelijk aan de avond. Gewoon voordat het begint al bij de ingang staat. Dus we hebben al een MC. Ja, bijvoorbeeld de Ervers hebben MC en dan komt Pascal met een andere MC. Ja. En dan heb je twee MC's. Nee. Ja, klopt. Ik heb liever geen MC, eerlijk gezegd. Nee, als voorbeeld. Ik ga als voorbeeld. Hij is de enige die bij mij mag MC'en. Ja, klopt. Ja, en terecht. Want het is, luister, ik ben al die Latin Willis mixers aan het luisteren van het afgelopen festival. En... Ik irriteer me zo aan die MC's. En ik hoor ook de DJ zelf doorheen praten. En ik vind een DJ hoort niet de mic te pakken. Misschien alleen zeggen, ja dankjewel, maar niet Nee, alsjeblieft niet. Maar wat voor MC's wat die gebeurt, faders naar beneden doen dan, terwijl je aan het draaien bent? Dat is zo... Ja, ben je bezig en dan... En nee, wat doe je? Dat is denk ik zeg maar... Iets... Ik denk, let op Village Book me niet meer, maar ik heb de MC neergeslagen. Het is wel een issue waar ik naar issue is iets wat beter. Het is een mooie uitdaging uit te vinden. Mooie uitdaging, want zeg maar, ik wilde aan werken dat er gewoon de MC's gewoon, of het is een team zoals jullie, of geen MC misschien. Is dat een optie? In sommige dingen heb je gewoon geen MC nodig, dat is ook zo. Ja, sommige, want... Maar helemaal niet zou ik niet doen. Nee, je hebt zeg maar ik zit te denken de oplossing, want het is wel, op dat moment, als je hem zegt, give it up for the one and only Pascal Marais,
juicht niemand, maar het klinkt leuk. Jawel. Ja, klopt. Maar dan zou, je wel misschien de intro's kunnen veranderen. En dan zou je over kunnen gaan naar digitaal. Dat je eigenlijk een soort van verhaal van maakt. Dat je het eigenlijk al op scherm laat zien wie komt. Ja, misschien is het een goed punt. Want dat wij een keertje gewoon gaan zitten. En dat je even een oplossing. Want er moet een oplossing komen. Want ik speel het kan niet meer zo verder. Weet je wat? Ik ging dat je een workshop geeft. Dat zei ik al. Maar je kan talent niet leren aan iemand. Want hij doet dus alles uit losse polsen. Kijk, mijn geheim is. Ja. Mijn top secret. Ik zei het net tegen Tani. Dat ik luister helemaal geen muziek. Ja. Ik luister helemaal geen muziek. Ik rij in de auto zonder muziek. Hij weet niet wat ik ga draaien. Dat lieg je. Nee. Luister. Ik zag gisteren. Ja, klopt. Zag ik jou meezingen met Jay. Ja, klopt. En dan post ik eens een keer iets. Omdat hij mij dan zeurt dat ik iets moet posten. Maar officieel luister ik geen muziek. En ik weet nooit wat iemand draait. Ik weet het gewoon. Ik ken de nummers ook niet. Nee, maar dit is wel. Dat klopt. Maar ik doe gewoon timing. Ik doe gewoon echt aan timing. Dat missen de meeste artiesten. Maar goed, weet je, we gaan eraan werken. We houden contact natuurlijk. Als jij tips hebt, tips, let me know. Want let in 2024. Gaan we naar next level. Gaan we 20 jaar bestaan vieren? Hey, let's go. Eindelijk op mainstage. Voor mij gevoel bestaan letten we dus pas 5 jaar, maar bestaan 20 jaar. Dat is mijn leeftijd bijna. 11 jaar, Afro stage. Het is toen je geboren was wel letterlijk. Nee, toen ik 6 was. 6 jaar? Ja, baby. Wauw. Ja, man. Ja, dat is toch mooi toch? Ik ben in de club geweest. Laten sponsoren, ik heb nog flyers laten zien van vroeger. Ja, weet ik nog. Ik moet nog 2 jaar gaan voor meteen in de anniversary. Dat is gek. Hoe lang moet erbij? Bij Letting? 2016. Hoe lang? Wauw. Sinds 2016. 16? Ja. 2016. Draai je zo kort? Was mijn eerste keer. Ja, bij Letting, ja. Oh, bij Letting. Bij Letting. Natuurlijk niet. Ja, Letting. En daarom, je zegt gewoon een team die altijd bij staan. En we zijn echt druk bezig natuurlijk om die Everhouse nog populair. We hebben afgelopen jaar de Everhouse in een hele mooie stage gezet. Klopt. Beter stage dan vorig jaar, toch? Ja, zeker. En vond je een leuke stage? Ja, ik vond hem leuk. Ik vond hem top. Ja, bijna deze met de ledschermen, duidelijk kun je natuurlijk alle namen zien als je draait. Ja, mooi. Ja, gesponsord door Desperado. Thanks Desperado. Heineken. We see you. Ja, hoor je man. Ja, maar is de Afro stage, moet je eigenlijk niet dan een nog grotere stage eigenlijk? Want Afro is echt wel aan bij de club. Ja, stelt je deze vraag echt? Ja, wat? Ja, of naar een kleinere stage, wat denk je? Nou, we want the main stage. Eigenlijk moet je realistisch zijn dat wij gewoon op main moeten. Ja, dat vind je normaal, mee? Mijn grootste droom is echt letterlijk mee. Gewoon rocken, gewoon om. Dat is mijn grootste droom. Eén ding is zeker. De Afro Stage is al een hele accomplishment. Dat het zo groot wordt. En dat jij een van de enigen bent die het zo groot maakt. Hè? Vergeet niet, want er zijn genoeg festivals die Afro steeds klein houden. In een hoekje. Jij groeit nog mee, terwijl het heet Latin Village. Dus jij doet al iets wat anderen niet doen. Dus je bent zo meteen pionier van iedereen. En waarschijnlijk heeft iedereen dit jaar naar jullie gekeken. Ja. Dat is fact. Dat doen ze al heel lang. En voor ons, net zoals bijvoorbeeld mij en Rudy, is het nog altijd, ook al zitten we op die stage, we zijn zo Latin, dat we Latin Village liefhebbers, dat we nog altijd dromen voor die main stage. Ja. Mm-hmm. En dat is niet per se de Afro stage. Zo'n keer het is de stage. Zo'n keer de main Afro stage maken. Maar zeg me niet dat het Afro stage is. Hij stond voor dat. Hij zit aan de berekening. Hij denkt, hallo, we worden 24 euro. Maar deze vraag. Je moet een keer achter jou aan. Je moet een keer de waarheid onder ogen zien. Ja, het is eigenlijk vindt Pascal, hij vindt eigenlijk dat jij vindt jezelf afsluiter van Letten Willis Meester. Dat vind je eigenlijk. Nee hoor. Vind je dat ook? Nee. Ik ook niet. Nee, de afsluiting moet altijd voor jou blijven. Hun gaan afsluiten. Dat is altijd voor jou. Jawel. Hun afsluiten. Als je die ooit iedereen weet het elk jaar, maar iedereen staat daar voor jou. Dat vind ik leuk. Dus dat moet blijven. Dat is gewoon een signature. Ja, nou kijk, het is een ding. En jij weet donders goed dat ik al jaren dacht, zal ik die even gewoon de mainstage doen? Zal ik het doen? Weet je, het is elke keer. Het is iets wat ik altijd in gedachten heb. Want ik vind eigenlijk de Everhouse is eigenlijk dezelfde vibe die Latin House vroeger had. Mm-hmm. Toch? Ook hoe jij draait. Het is eigenlijk gewoon die oude Latin House in een jasje. Daar zijn we ook mee begonnen. Maar we hebben natuurlijk gekozen om Everhouse puristisch te houden. Ja. Alle DJ's, maar het is best moeilijk. Want ik had liefst jullie ook op de mainstage. Ja, ja. Maar dan bots je weer met die Everstage. Ja, wat moet je doen? Toch, als jij op de mainstage staat, dan bots je weer met de Everstage. En dat is iets waar we bezig zijn. Maar we doen alles met liefde voor Letten Willis. We denken niet naar van, zal die meer kaart verkopen? Nee, wat vinden wij leuk? Ja, hoe kunnen we mensen de mooiste dag van hun leven geven? Ja. En daar denken we altijd aan. Alles met liefde. We denken nooit aan geld. Nooit. Ik heb dat ook tegen MCW gezegd. Ik denk gewoon persoonlijk, als ik eerlijk ben, dat we nooit op de
mainstage zouden staan? Precies wat jij nu zegt. Ja, dat is de enige. Een botje met... Ja, er is één hond, waakhond. Skal, die al jaren de programmering doet. Voor de Ever Stage. En hij waakt altijd op dat het altijd puristisch is. En dat niet van die niet-credible Ever Stage staat. Ik heb altijd gewoon passion erin gegooid. Ik heb altijd discussies gehad van, hey, kan ik zo'n mag ik die DJ op mijn stage zeggen? Ja, maar dan botsen weer met mijn stage. Ja. Weet je, het is... Het is lastig, maar als ik even wat mag zeggen bij 7Fest. Weet je, we hebben het over Latin Village, maar 7Fest was Uncle Waffles wel op de main stage. Wie? Ja. Mij ook. Nee, maar zeg maar, dat bedoel ik van, het gebeurt toch wel langzaam. Ja. Het is Amapiano, maar 7Fest is eigenlijk de urban dingen. Dus het kan wel, alleen ik persoonlijk, het is eng, denk ik ook wel een beetje om te doen. Nou, kijk, de main stage is eigenlijk gewoon Latin Tech. Eigenlijk is het gewoon een soort house. Ja. Het werkt heel goed. Weet je, aan het einde staat er gewoon 30.000 man. Ja, ja. Het werkt heel goed. Die Ever Stage loopt ook heel goed. Dat is hetzelfde dat je in een relatie gekke dingen gaat doen, risico's gaat nemen. Daar weet je alles van natuurlijk. En dat je relatie kapot gaat daardoor. Ja, ja, ja. Weet je, want we houden van Everhouse. Everhouse had al 11 jaar. Sneer gewoon. Nee. Maar dan moet je gewoon weer terug naar 2 dagen. En dan doe je gewoon Latin Village. En dan doe je de volgende dag Latin Village A+. Afro Village. Snap je? Afro Village. Ja, toch? Dat is nog steeds hetzelfde. Want het verhaal van Afro op Latin Village, ik zal het verhaal vertellen. 12 jaar geleden kwam er een man. Een white guy, kom naar me toe. Pas kom maar. Hij zegt, maar één white guy zei. 13 jaar geleden. Hij kwam naar me toe en hij zei, luister, je moet Afro doen op Latin Village. Ik kende Afro. Ik had ook Afro van Lil Vega, maar ik dacht, het is diep joh, dit gaat niet werken. Ja, ja, ja. Dit gaat niet werken. En op een gegeven moment zei Rashid, vertrouw me, dit gaat werken. Ik dacht, hij wilde gewoon staan draaien. Ja, ja, klopt. Misschien dacht ik, misschien, ja, logisch. Nee, dat hij zei, Rashid, je hoeft mij niet te boeken, maar doe gewoon Afro steeds, dit gaat werken. Dus, nou ja, ik dacht, weet je wat? Ik geloof hem. Hij had zoveel passie. Passie de vorige, weet je wat? We geven hem een kleine stage, was eigenlijk een kantine was. Eigenlijk was zeg maar de... Ja, zeg maar ik ben kleine stage. De food court. Ik ben bij jou aan de podium geworden. Was de food court. Hij, met Rancido. Was jij er nog niet? Weet zeker? Dat was een picknick. Dat was gewoon een tent. Een picknick, ja. Was een met picknicktafels. Wauw. Was nog bij de oude locatie ook. Ja, ja, was bij de was ja, food court. Ja, 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 klopt. Waren nee, gewoon nee, twee. Bij de meertje. Ja, ik kom daarna. Ja, ja. We hadden 4 dikke boxen neergezet. Een DJ booth. Was geen echte stage. Ik kwam daar lopen en mensen gingen los. Het was een vibe. Het was een vibe die ik niet kende. Ja. Hij zei, toen zei hij, Rashid, kijk, zie je? Toen zei ik ook gelijk, dat gaan we elk jaar doen. Rancido. Rancido is geboren. Ja. Ja. Stop ik kan me zo'n keertje herinneren bij jou inderdaad, dat jij een show bij Latin Village, want vergeef me, maar ik ben nooit naar festivals geweest tot dit afgelopen jaar. Dus ik ben nooit naar Latin Village geweest tot dit jaar. Maar ik heb een keertje filmpjes bij hem gezien, dat de mainstage leeg liep om naar hem te gaan. Oeh, dat was mijn eerste jaar. Mijn eerste jaar, toen hadden ze me afgekapt. Ze zei tegen mij, het is te druk hier, man. Yeah. Mensen moeten naar de mainstage. Well, Latin Village. Ja, man. Yeah. Was mijn eerste jaar. Oh. Ik moest tot 10:30. Maar jij was ook... Maar ze zeiden tegen mij, ik moest stoppen. Volgend jaar opwarmen podcast, dan... Ik ga naar huis. Volgend jaar opwarmen dan... Het was mijn eerste jaar. Toen de stage manager kwam, hij zegt, ik wil het echt niet tegen je zeggen, want je gaat echt lekker. Maar ik moet je afkappen, man, want het is te druk. Iedereen moet naar de mainstage. Want die vuurwerkshow gaat zo meteen beginnen. Kijk. En ik dacht bij mezelf, nou, was het mijn eerste keer. Weet je toch, als je eerste keer, klopt. Je ging zo lekker. En toen waren we nog niet eens het team, maar hij stond er wel. Ja, klopt. En ik baalde zo erg, ik dacht van... Dat is boven. Zo, maar hij wil niet zeggen dat die mensen kwamen omdat ik daar stond. Ja. Oh. Dat was eigenlijk voor hem. Ze kwamen eigenlijk voor MC. Nee, ik vind het alleen maar leuk om te horen. Ik hou van. Ja, toch. Rudy, gaan we nou weer boeken? ik kan me voor jou zeggen. Ik ben alleen blij. Het is alleen maar liefde. Ja. Er zit alleen maar passie ik heb een oplossing in voor je. Ik vind het alleen leuk om te horen. Ja, dat was mijn eerste jaar, man. Dat, Ja, maar het is ook een hele die vibe van Afrotech, Afrohouse heeft iets. Weet je, Amapiano heeft iets. En wat me wel opvalt, is dat de laatste tijd veel vrouwelijke DJ's zijn. Sterk. Nee, ik vind dat super sterk, man. Nee, maar zijn er echt. Ik ken ze niet allemaal, maar ik vind wel heel vaak, niet per se bij Afro, maar wel bij Urban, dat heel vaak de kwaliteit van de vrouw die is best wel laag is. Ik weet niet waarom. Pascal is super streng altijd met boeken, anders had hij jou nooit gevraagd. Dat je niet van hoog is. Maar wat is jouw voordeel? Elke keer verlegen. Ja, maar wat is jouw voordeel dat je een vrouw bent als DJ? Hebben wij voordelen? En nadeel. Ja, heeft de voordeel. Oh. Moet ik het even opnoemen? Nou. Voordeel. Ja, om zijn uiterlijk, denk ik. Maar het eerste jaar gaf ik daar geen moer om eigenlijk. Totdat mensen tegen me zeiden, heel gebruikend. Ik heb altijd alleen maar naar de boys gekeken. Dus voordelen kan jij misschien beter benoemen, want ik kijk er niet zo naar. Ja, wat denk jij de voordeel is van een vrouw?
kijk er niet zo naar. Uiterlijk? Uiterlijk. Alles bij verrast. Zodra mensen gewoon op zo'n zeggen, de meeste grof DJ, gezegd. Vrouwelijke DJ's zijn wel allemaal gruwelijk mooi. Zijn gruwelijk mooi. Zijn gewoon lekker. Lekker! Ja. Lekker zwaar! Ja, maar als je vrouw vindt weer lekker, je gaat wel zijn. Dus ik weet niet. Mooi hoort er sowieso blauw. Ik denk dat elke vrouw gewoon mooi is. Dan laten we dat voorop stellen. Maar ik denk ook wel. Politiek correct. Dat het, nee, ja, het is gewoon heel eerlijk. Zo ben ik. Politiek correct. Maar ik denk ook wel dat er heel veel vrouwen zijn die gelijk een verbinding hebben met Avro. En heel veel connecties hebben. En ook de deur durven te trappen. Dus ik denk dat een vrouw veel sneller naar pas kan gaan om te zeggen: laat mij draaien, laat mij draaien. Of het nou kwaliteit is of niet. Dat heb ik gedaan. Wij mannen zijn iets meer terughoudend en doen iets meer. Mij interesseert dat niet. Nee, klopt. Dat is ook zo. Als je bij me komt, mag ik bij je draaien. Dan, sorry, jij bent, maar als jij niet kan draaien, dan zeg ik... Dat is wat zegt. Jij bent nog wel heel direct. Hij is heel straight. Ja. Is echt. Hey, je weet niet, West-Friese naam? Ja, is dit. Ja? Ik was bang voor Potter dan in het begin. Mooi zo, maar. Mooi zo. Ik heb Pascal niet anders. We zijn altijd wel gewoon cool geweest. Hij schreeuwt me altijd als ik met nieuwe schoenen kom en al die dingen. Maar ik denk wel dat vrouwen veel sneller bij de deur komen en voor organisaties. Maar daar ook niet Ze gaan voor veel minder misschien proberen en opbouwen. Nee. En dat, bij de man is dat veel minder nu. Ja, ik persoonlijk hou daar niet van. Nee, dat is bij jou anders. Uiteindelijk kan een vrouw knap zijn, maar ze moet ook goed draaien, toch? Lijkt maar. Maar 9 van de 10 keer, they don't care. Maar en dat is wat mij best wel irriteert. Zo makkelijk. Ik zeg heel eerlijk, dat is wat mij echt irriteert. Ik zeg altijd, je kan draaien, maar het gaat erom hoe je het overbrengt. Ja. En dat is pas een kunst. Ja, ik heb altijd wel dames neergezet. Ik heb altijd wel dames neergezet. Ja. Ja, altijd. We kunnen wel hier in het begin vanavond. Waarom heb ik begin vanavond eigenlijk? Mooi, maar... Ja, had je ook begin vanavond gezet, toch, Pascal? Ja, toch? Ja, maar ik voel dat niet eens scherp. Nee, maar waarom? Eerlijk, ik vind gewoon dat je je sport moet verdienen. Ja. Dat is ook zo. Precies. Ja, en ik ben blij zij is nieuw gedaan, in de scene, ik hou er weet niet je? Van. Zij is ik hou nieuw. Er niet van. Ja, ja. Ik ben ook al draaien ze dope, maar er zijn anderen die draaien al veel langer dan zij. Ik zeg altijd, en die schuiven gewoon door. Ja, klopt. Een ander had daar ook kunnen staan. Dus je moet altijd waarderen. Op een gegeven moment kunnen we gewoon met pensioen, is gewoon klaar. Ja, nou, ik wil nog lang niet met pensioen hoor. Maar in ieder geval, ik zal me nooit druk maken om mijn tijd, man. Ja. Want, kijk, ik ga niet voor jullie. Er zijn zoveel DJ's, in het begin kan iedereen daar zetten. Ik had daar moeite mee, want mijn eerste jaar was in coronatijd. En ik ging bijna heel de wereld over. En in Nederland moest ik nog mijn plekje verdienen. Dus in het begin had ik wel moeite met, zeg maar, de eerste keer, eerste uurtjes. En op een gegeven moment had ik dit van, ja, maar mijn naam staat wel tussen die grote namen. Ik kan wel netwerken, ik kan wel zeggen dat ik daar heb gestaan. Dus stap voor stap. In het begin was het lastig, maar nu heb ik zoiets van... Tenzij je gewoon een gruwelijke hit uitbrengt, dan snap ik dat je een latere tijdstip krijgt. Maar als je net start, waardeer elke stap die je krijgt, elke moment die je krijgt, moet je keihard voor werken en zorg dat je strepen verdient. Ja, je moet gewoon uren maken. Nou, ik was de eerste keer letten willen, dus ik moet gelijk afsluiten. Ik dacht van wow. Nou, gek. Nee, hoe kan dat? Waarom mag jij afsluiten de eerste keer? Oh jee. Ik had mooie schoenen, man. Gewoon uit superdope Jordans. Ja, dat is het. Jordan. Okay. Daar. Nee, maar Pascal pas echt. Deze man, hè? Hij met die schoenen. Nee, Rudy, die brengt gewoon superveel energie. Hij heeft ook al die cabo's heeft hij uit Rotterdam. Die brengt hij mee en die brengen gewoon hype, weet je wel. En dat is gewoon een feestje. Dus hij heeft die spot gewoon verdiend. Ik had het niet verwacht hoor, maar toen ik de tijd zag, dacht ik van hoe? Maar deze man is wel streng, hij is echt streng. Hoor. Ja, ik ben heel vaak met hem discussie. Dat zeg ik, in het begin was ik bang, tot letterlijk, had ik de eerste keer een gesprek met hem. Was hij me alleen maar aan het pesten alsof het een broer van mij is. Als hij me alleen maar vervelend aan het doen, toen dacht ik van oké, hij zit zo in elkaar. En tot de dag van vandaag is hij nog steeds hetzelfde. Is liefde. Nee, maar vanaf het moment dat hij echt tegen mij zei van je staat op Latin Village. We delen dezelfde liefde. Was ik al nerveus. En dat was zeker nog, je zei denk ik echt een half jaar geleden voordat Latin Village was dat ik erop stond. Of 4 maanden. Ik was nerveus. Dacht van. Maar hoezo was je nerveus dan? Hoeft niet. Hij is het. Hij is streng toch? Hij is het hij streng, komt over eerst. Wie jij ook gewoon is. Natuurlijk wil je je bewijzen daar. Ik zeg communicatie. Ik durf hem niet eens wat te vragen. Nee. Ik durf niet eens te vragen. Ja, maar positief. Maar doordat ik streng ben gebleven, is het wel uitgegroeid tot een steady ding. En ben ik je heel vaak dankbaar voor, toch? Kijk, ik wijk soms af en toe af van mijn creatie. Ik heb altijd Latin Tech gedaan. Dat of Latin House. Dat je ineens aan mijn piano gaat draaien. Nee, maar dat je toch een dingen kiest die ik eigenlijk gewoon... niet vindt passen, maar toch doet. Om te proberen. Ja, weet je, dat soort dingen ook. En maar Pascal die... De tijd van nu gunnen bestaat niet meer, wist je dat? In deze business, niemand gunt elkaar wat. Het is tegenwoordig, je moet een toegevoegde waarde zijn, man. Dat is business. Maar ik kijk ook hoe je je profileert. Ik zeg gewoon eerlijk,
als ik om me heen kijk, soms, want ik zat ook bij een organisatie, deden we lijn op. Ja, hoe gaan we die en die gunnen? Oké, okay, maar wat gaat diegene voor jou brengen? Want het is een business. Dus ik ga iemand gunnen die me niet eens mensen voor mij trekt. Ja, maar het is ook zo. Weet je, het is maar als ik iemand mag en ik denk ik vind het tof DJ, ik gun je heel vaak. Terwijl ik niet vind dat jij het beste bent. Maar soms jij kan dat wel. Let een willen staat al. Dus ja, ja, dat is let een willen. Ja, maar ik geef mensen een kans. Ja, ik geef mensen een kans. Ik geef mensen een kans, weet je. Daarom ben ik er nog. Toch, je geeft mij nog steeds een kans. Ja, absoluut. Ik ben altijd nog tot vandaag ben ik heel dankbaar. Ja. Maar ben je al bezig met de lijnen voor de Everstage? Ja, die heb ik al klaar. Ja, voor dit, want het wordt natuurlijk de 20 jaar bestaan. 20 jaar bestaan. Ja, ik heb die lijnen al 20 klaar. 20 jaar bestaan. We staan er niet op, want ik heb nog niks gehoord. Ik staat er zeker wel op. Even een nieuw kijken, want... Ik weet, ik zou hem gewoon nu even een knuffel geven zometeen en dan zeggen... Wat zie je er te goed uit? Nee, hij zegt hij heeft hem al af, maar ik heb nog niks gehoord, dus... Heb jij ons wat te vertellen? Wat doe je zo? Hey. Oh shit. Nee. Wat? Het is fout, hè, dit? Nee, okay, maar goed. Is, maar het wordt 20 jaar bestaan. Natuurlijk, we gaan dit vieren als een man. Ja. We krijgen gewoon vieren. Vuurwerk. Wij een keer vuurwerk. Jij krijgt mijn sterretjes. Hey. Gewoon sterretjes. Ik hou ze vast. Ja, met die flessen zo. Ik heb een idee. We steken Pascal met einde in de fik. Hey. Wow. Say no more. Dat is een heel ander soort. Wanneer dat wil. Komt weer die racist komt weer naar boven, hè? Ja. Waarom ben je blank? Omdat je blank bent. Omdat ik blank ben. De enige. Wat zou leuk zijn voor de 20 jaar bestaan om bij Everhouse te doen? En hier is niet alleen maar artiest. Everhouse. Nee, Everhouse. Wat zou nog meer leuk zijn om te kunnen vieren met z'n allen? Hallo. Oeh. Hey. Team manager op de mainstage. Team manager op de mainstage. Dan vraag je dat aan een persoon die net Pascal aan jou... Pascal gaan met z'n drieën. Wat zou leuk zijn? Wat zou leuk zijn? Ja, dat gewoon dat de 20 jaar bestaan, dat de Everhouse op de mainstage is. Dat is een optie? Een deal. Nee, een deal. Dat is gewoon... Een deal. Dat is een optie, is een optie. Nou, wat denk dat je het zijn? Bedoel je dan de stage toch? Zelf? Of bedoel je gewoon... Ik zit te kijken. Nou. Ja, weet je het is? Het is natuurlijk... ja, zeg maar neer hoor. Is goed, dankjewel. Dankjewel. Weet je, we willen dit natuurlijk vieren. Er is, de Everstage is wel een van de leukste stages, vind ik persoonlijk. Nou, wij misschien vuurwerk een keer? Dat kan niet met een tent nu, hè? Nee, je zit indoor, toch? Dankjewel. Ja, maar als wij op mainstage zijn, dan hoeft dat niet. Ja, dat is wel. Oké, okay, buiten het mainstage verhaal. De mainstage is heel duidelijk, denk ik. Oké. Okay. Ik denk dat we nog een grotere stage aan kunnen. Nog grotere stage. Weet je, die Salsa stage? Die Salsa stage, ja. Beneden aan de heuvel. Ja. Die is voor waar ons. Waar 5000 man in kan. Ja. En dat is een idee. Ja. Dat is een idee. Ja, toch? Ja, maar dat is zeg maar een mooi iets voor Afro, voor de Afro. Maar het was niet voor Latin Village 20 jaar bestaan. Wat ga je nou geven dat je echt zegt van dit is wat die mensen willen zien? Die stage komt daar, ja, 5000 man zijn dan, daar, maar dan staan die DJ's dan daar. Dan moet je een dope international die beleving zien. Wat is dat? Want het moet gevierd worden. En weet je, en we moeten vieren, want we zijn gewoon één family, vind ik. Er moet gevierd worden. Sowieso. Weet je, wat wel leuk is natuurlijk van Everhouse, het lijkt heel erg op Latin House. In principe zijn beide stages leuk. Je kan van beide stages genieten. Misschien Black Coffee boek. Black Coffee. Ja, wat zeg je? 40 minuten. Oh, ik dacht, ik zie je vier. Ja. Nog vier. De Everstage. Ik nog vier. 40 minuten Everstage. Ja. Vierde. Oh. Black Coffee, ja. Een Black Coffee boek. Oh, we hebben nog 40 minuten. Nee, de reden dat wij geen Black Coffee boek. De reden dat wij geen Black Coffee boeken is. We zouden graag willen, maar hij is niet te betalen. Nee, we hebben heel snel gekeken ook naar die Zuid-Afrikaanse DJ's. Ze zijn gewoon niet te betalen. Niet te betalen. Als je nou een All Come Together doet met iedereen een beetje op het einde, dan... Jouw beleving van 20 jaar Latin Village, met de mensen die echt een belangrijke item waren voor Latin Village, samen met jou op die podium, één track, Friends on Stage. Gewoon een back-to-back. Daar is het begonnen. Het begon met deze track. Het ging naar die. Het ging naar daar. Van het was met journey. Ja, dat is wel een dope idee. En vandaag zijn we hier. Dat is wel goed. Ja, deze man heeft plannen. Gewoon de laatste uur. Gewoon van de journey. Elke de hele DJ's, journey. Alle DJ's die hebben gedraaid. Zet het op beeld. Laat ze ook meekijken van het was dit. Ik zou een museum van maken. Want het is niet alleen maar daar geweest. Het is ook in die clubs geweest. Ja, klopt. Zoals zo lounge. Ja. Dat erbij zit. Ja, want wij geven feesten. Een sollicitatiegesprek wij geven feesten in 96, 97. Klopt. We geven wel feesten. En altijd met liefde. En vooral bij ons was house altijd heel belangrijk. De salsa in de house. En ik was altijd de house jongen. Ja. Dus ik heb er nu al zin in.
Ja, ja, nou, wel een goed idee. Museum vibes. Ja. Ik altijd. Ja, man. Hey, yeah. Bring it all together, man. Ja, gewoon alle DJ's uitnodigen. Mainstage, laatste. Komt hij aan met die slummers. En we gaan terug naar de reclame. Veel te credible, soulful shit. Oké. En hier gaan we terug. Je hele DJ. Hater. Nee, weet je, ik ben altijd blij als hij klaar is met draaien. Ja. Ben ik blij. Weinig goede muziek. Dit kan echt... Je mag hem zelf invullen. Ja. En luister, jij denkt dat simulering erg zijn, maar die twee zijn volgens mij nog erger. Hé, hey, hou op hoor. Hou op ik ga, volgend jaar ga ik alleen maar beginners boeken. En gewoon dat één grote teringzooi wordt. Gewoon. Ja, niemand op die stage. Van Urban DJ. Niemand. Wat nou als je mainstage in het midden zet van je publiek. Urban DJ die avond gaan draaien hoor. Wat nou als je mainstage in het midden zet van je publiek. Gewoon één ronde. Eerlijk gezegd. Deze man komt wel met plannen. Ja. Ja. Serieus. Een nieuwe opstelling. Ja, het moet even gek. Weet je, het moet gek. Weet je. En daarom zijn we, is die podcast hier ook. Ben hier gewoon met mijn family te praten. Over wat kunnen we doen om Letter Winners nog meer naar next level. En samen de 20 jaar bestaan. Want ik ben er super trots op. Voor mijn gevoel bestaat Letter Winners pas 5 jaar. Ja. Rudy wil wat zeggen. Mag wat vragen? Oh, de opstelling van de stages. Huh? Moeten ze altijd zo blijven? Ja, of kan dat wel veranderen? Het moet wel een beetje blijven. Ja, het zijn best wel heuvels. Ja. En op die heuvel kan je niet zoveel bouwen. Ik had spierpijn. Nee, je kunt niet veel veranderen. Oké. Je bent afhankelijk van Dutch Valley, toch? We zijn afhankelijk van de trein. Het trein. En daar je kan nog omgooien. Jullie bepalen samen toch? Ja, je bepalen samen. Samen met Dance Valley bepalen samen. Maar het is, je kan niet zo heel veel. Het lijkt allemaal makkelijk. We doen daar steeds, we doen hier steeds. Mm-hmm. Het is niet zo makkelijk. Het is over alles zo. En dan niet terug naar waar het eerst was. Is dat te klein? Het is te klein. Dat is veel te klein. Houdt er heel veel keuzes hoor bij Let Winners terrein is de grootste festivalterrein van heel Nederland. Ja. Oh, wow. Dat is het grootste trein in het Westen. We kunnen 10.000 auto's parkeren. Geen enkel vestentrein in Nederland kan dat. Dus dit is heeft de meeste mogelijkheden. En we zitten natuurlijk lekker dicht bij de mooiste stad van Nederland, Amsterdam. Hey, maar als je één ding doet, dan is iedereen blij. Dan hebben zij de beste feeling ever gehad. Als iedereen gewoon vanuit die parkeerplaats naar huis kan rijden. Snel, dan heb je gewonnen. Het parkeren is een dingetje. Maar je moet zo denken, als jij tot het einde blijft om de geweldige eindshow te zien van T. Rashid. Hey. Niet te boeken bij... gaan we dus veranderen volgend jaar. Hey. Oh jee. Nee. Dan sta je vast. Want het is natuurlijk het is een recreatiegebied. Het is geen... Ja, het is, klopt. Meent. Ook als je naar een concert gaat van... kan dat verbeterd worden? Sta je ook vast. Jullie hebben sowieso al gekeken of dat verbeterd kan worden. Ja, het kan niks beter. Jij kon kiezen als je blijft om de geweldige eindshow te zien van Dear Sheet. Niet te boeken bij Candle Bookings. Maar dan sta je gewoon een uurtje vast. Nu met 40% korting. Een situatie dat mensen dan denken, weet je, de hele plek weg. Nee, tuurlijk niet. Sta jij daar zo meteen met nul? Gewoon erbij even Nee, we 20 hebben staan. Oh nee, kom je met een idee? Ik persoonlijk, als ik weet van luister, als ik einde blijf, ik ga losgaan. Ik moet lekker een anderhalf uur chillen met mijn vrienden in de auto. All good. Ik maak me niet druk. That feeling is great. Vind jij het fijn dat je vast staat in het verkeer na een festival? Nee, absoluut niet eigenlijk. Je luistert je muziek wel en 9 van de 10 ga je toch door naar de volgende feest. Maar DJ's hebben daar geen last van hoor. Dat is die instelling. Nee, je stelt het wel aan de verkeerde mensen. Wij hebben een andere ingang. Dus. Ja. Maar ja, voor de normale mensen. Ja, voor de normale mensen. Ja, weet je, het is maar als het een leuk feest is. Ja. Maakt toch allemaal niet uit. Ja, het is allemaal waar. Geen ruzie maken dan. De klachten zullen er altijd zijn. Special mensen. Klachten. Beautiful people. Oh, de politiek correcte wereld. Hey, gaan we weer. Je moet helemaal zijn denktank in nu. Oké, maar weet je wat? Spindokter. Ik heb een... MCMI spindokter. Ik heb een discussie. Wat is belangrijker? Niet per se Latin Village. Op een Afrofeest. Een goede line-up met Nederlandse Afro en Amo Piano DJ. Of buitenlandse Afro en Amo Piano DJ. Ik haat deze vraag. Weet je wat het is? Het Nederlands publiek is niet loyaal aan de Nederlandse Afro-DJ's. Dat is één. Nederlands publiek komt pas als er een Zuid-Afrikaan komt, een Angolees of een Portugees. Weet je, als mensen hun eigen avond doen. Er zijn wat mensen in Rotterdam, ik ga geen naam noemen, maar die doen hun eigen avond. En dat is gewoon echt heel moeilijk, weet je? Ja. En ik ervaar dat. Als jij geen internationale DJ haalt, dan komen de mensen niet. Nou, maar eerlijk, wij hebben afgelopen keer bij Letter Winners hadden wij wel een internationale line-up. Maar we hebben al die jaren het zonder gedaan. Met heel af en toe. Het is ook grappig, hoor. Wat jij zegt klopt.
volledig. Alleen, de dichtbijzijnde mensen, die supporten jou minder dan de mensen van ver af. Ja. Want ik heb ook een eigen avond nu gecreëerd, die ik ga doen. En als ik naar de kaart verkoop, die best wel goed gaan lopen, maar je kan ook zeg maar, bij de ticketshop kan je de namen zien. Ik zie mijn vrienden en vriendinnen of mensen die dat graag wilden van mij, zie ik daar niet tussen. Dat denk ik bij mezelf van. Nee, maar die gastenlijst. Wacht op gastenlijst. Die wacht op gastenlijst. Ja, maar je zou denken, koop je kaart, support jou. Dat denk ik van, oké. Okay, maar dat is wel een Nederlands dingetje, hoor. Ja, dat is echt een Nederlands ding. En maar waar het ermee te maken is, het heeft te maken met buitenlandse DJ. Of heeft het te maken met geld? Nee, het heeft te maken met van, ik heb je altijd gesupport, je moet mij ook gunnen. Nederland is het te veel. Het is altijd hetzelfde. En als jij een buitenlandse DJ daar zit, komen ze allemaal rennen. Die kaartje kost mijn kaartje kost nu op dit moment 12,50. Ja, en die kaartje. Waarom? En waar kan je kaartje halen trouwens? Als je op Instagram gaat, dan heb je een link. Kijk gewoon op zijn Instagram. Jij gaat in de beurt, toch? Ja, ik heb helaas is het Rudy Lima. Eventix. DJ. Het OnlyFans. Rudy Lima DJ. Wat? Ja. Nee, maar jij hebt een nieuw concept toch nu? Ja. Die gaat vanaf volgend jaar. Want dat is Rudy Lima versus Afro Lima, toch? Ja, dat is. Ik vond het zo grappig. Ik dacht, heeft hij broer of zo? Dit is een dat bericht kreeg ik gisteren. Van, heb jij een tweelingbroer? Ik zeg, toch zo. Wist ik niet, man. Ik zeg, ja, man. Maar hij is undercover. Maar wat is het verschil tussen Rudy en Afro Lima? Rudy Lima en Afro Lima? Nou, Rudy Lima draait meer tech house. Afro tech. Ja. En Afro Lima gaat echt in die old school. Dus die tracks die jij hoort, die Angolese vibes, dat is echt Afro Lima, daar ben ik mee opgegroeid. Viperoom tijden, Club V tijden, daar ben ik echt opgegroeid. Ja. Afro House is heel erg veranderd, dat Afrotech zeg maar een beetje heeft overgenomen. En ik zie zeg maar voor mezelf, Rudy Lima, meer mogelijkheden daar om door te groeien. Dus daarom, je ook meer Afrotech kant. En ik heb heel vaak gehad, die Afro van vroeger moet terugkomen. Dan weet je wat, zo'n avondje, Afro Lima, Rudy Lima, zodat mensen niet door de war raken. Dat ze denken van, gaat hij nu dit altijd draaien? Nou, ik vind het Letten Willis draait dan heel anders dan. Ik vind het opvoedwise voor de nieuwe generatie, vind ik het ook wel een must om een soort van Afro Classic af te doen. Weet waar het vandaan komt. Dus zeg maar. Ik heb van die 2010 tot 2016 of zo. Weet je wel. En ik ben blij dat de kaartverkoop nu wel goed loopt. Maar je ziet zeg maar wel in die dame die het komt. Het zijn gewoon namen die ik gewoon niet ken. En ik ken echt letterlijk bijna iedereen. Ben je toch trots? Natuurlijk ben ik trots. Maar is mooi. Ik ben wel een beetje teleurgesteld in de mensen. Wanneer is je avond dan? 24 november. Vrijdag 24 is die podcast al online dan? 4 november? Ja. Ja, oké. Okay, toch, Tim? Dus, dat wordt editen vannacht. Tickets. Dus, dat wordt even night editing. Maar dat is wel zo. Ik ben al heel lang DJ en ik heb het nooit erover. Maar ik gun iedereen zijn geluk. Maar als je kijkt naar me terug. Nee, maar het lijkt of het niet gegund wordt. Ik ga je gewoon eerlijk zeggen. En ik vind ook de buitenlanders niet beter dan ons. Ga ik gewoon eerlijk zeggen. Ja, maar wij zijn veel kritischer. Je moet wel echt een soort van standaard kunnen zetten. Alleen wij draaien wie zij zijn in Zuid-Afrika, Portugal. Dus iedereen wil daar naartoe komen. Ze komen voor die tracks. Ze komen niet voor die DJ. Ja, maar het is ook omdat er zijn weinig producers in Nederland. Klopt. Dat is ook een dingetje. Dat ook. Weet je? Die mensen luisteren allemaal op Spotify naar tracks van mensen uit het buitenland. Weet je? Als die dan hierheen komen, willen we heen. Nee, maar ik heb ook een track uitgebracht met Milo en Fabio Tjoeven. Mm-hmm. Die gaat keihard in Portugal. Ja, natuurlijk. Maar in Nederland. Ja, en dan denk ik bij mezelf van. En dan weet toch, je hebt onderling ook DJ-vrienden. Ja. Die draaien het nauwelijks. Je weet. Is geen liefde, hè? Ja, die liefde is niet maar echt. Maar het is echt Nederland, hoor. Want ik draai best wel veel ook in het buitenland. Het is zo anders hoe je daar wordt ontvangen ook. Echt. Ik zei het net tegen hun auto, ik ben in het verkeerde land geboren. Het is in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Dat heb je ook vaak gehoord. Duizenden vrouwelijke DJ's bijvoorbeeld. Niemand haat op niemand. Iedereen is gewoon goed met elkaar. Jij draait hier. Nou ja, ik ga geen namen daar noemen, maar ik hoor soms de raarste dingen. Dat gewoon namen worden gebruikt om te klimmen. Terwijl we kunnen ook gewoon samen groeien. Ja, en dat mis je hier gewoon heel erg. Het is wel een dingetje. Het is waar wij vaak teleurgesteld zijn. Maar wij doen er niet aan mee. Wij zijn gewoon onszelf, toch? Mm. Maar het lijkt me wel zwaar voor jij als beginnend DJ dat je elke keer teleurgesteld raakt, toch? En Rudy ook natuurlijk teleurgesteld. Natuurlijk. Ja, vaak ook. Je moet heel vaak. Als DJ zijn, dan moet je echt mentaal heel erg sterk zijn. Je moet betalen. Ik ben blij dat... Ja. Dat ik mentaal heel erg sterk ben, want soms denk ik bij mezelf, hey, nee man.
Weet je toch, alle waarom DJ's hebben. Ja, maar die funfactor die hij zeg maar heeft, ik ben ermee gestopt. Om die liefde te krijgen. Ik ben ermee gestopt. Die support, weet je toch. En niet dat iemand ervan uitgaat dat je een gastenlijst krijgt. Want alles heeft kosten. Mm-hmm. Wij, de geld die wij maken, die proberen wij door te investeren om onze carrière nog verder te brengen. Ja. Maar dat begrijpen mensen dus niet. Nee, ik snap het over. Maar letten jullie dus ook, wij zijn alleen bezig met hoe kan letten jullie dus beter. Niet met hoe kunnen we meer geld verdienen. Helemaal niet. Alles wordt geïnvesteerd in alles. Ja. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. We willen mensen de leukste dag te geven. En dat, ons doel is gewoon liefde. En ik geloof dat jullie het ook hebben. Jullie hebben gewoon liefde voor de muziek. Ja, Pascal zeker. Kent het best van iedereen. Ik weet, hij doet alles met liefde. Hij zit zo verliefd in. Stel voor, jij stopt nu met Little Village. Wow. Gaan mensen zeggen... Je zegt maar Little Village was hebben een lauwe festival. Maar dan kan jij erop reageren. Ja, jullie supporten die niet meer. Ja. Jullie verwachten alles gratis. Ja. Een stage zo neerzetten kost geld. Dat kost geld. Die DJ's boeken kosten geld. Alles kost geld. Ja, weet je, het is... echt in de week van Little Village ben ik de meest gezochte man volgens mij in Europa. Ja, sowieso. Echt allemaal, hey bro, hey bro, hey, Little Village. Lang niet gesproken. En denk ik, het is niet omdat je die fiets zag. Ja, kom van je kaartje. Iemand die ik nooit spreek. Dat is bij ons ook, hè. Ja. Nederland, laatste week. Willen ze kaartjes kopen. En dan is die kaartje al €15. En dan is het, eigenlijk geen €15 leggen voor die limo, hoor. Ja, maar hoe is komt dat, denk je? Waarom, wat is het met zijn Nederland? Of Nederland. Het is gewoon Nederland. Hype, ik kan het er niet weten van maken. Hij zit op de lijst te staan. En dat is dan wanneer je mentaal sterk moet zijn. Door te zeggen, hey, luister dan. Je bent mijn mattie of ik ken je. Maar toch, je moet gewoon je kaartje halen. Ja, support. En dan ga je echt zien wie met je zijn. Wie echt met jou is. Ja, op de lijst. Ja. Ik heb dat echt op de harde manier. Ik geloof in mezelf dat ik nieuwe mensen kan. Ik vind het hele mooie. Ik heb het echt op de harde manier moeten leren, hoor. Want ik ben natuurlijk, denk een van de weinige vrouwelijke DJ's. Het is natuurlijk wel heel veel nu. Ik doe juist alles eraan om alle vrouwelijke DJ's te helpen. Of je nou goed bent, slecht bent. En dan heb ik het gewoon meegemaakt. Dat ik dan zeg van, haar moet je hebben. En dan nu krijg ik bijvoorbeeld te horen dat mensen gewoon super slecht over mij praten. Ik denk van... Ja. Waarom zou je dat doen, weet je? Het is gewoon zonde. Het is iets pijnlijk. Raars, maar ik denk de mannen onderling is al best wel macho haantje gedrag. Tuurlijk. Maar ik denk dat bij vrouwelijke DJ's het nog erger is. Het is vreselijk. Iedereen wil die spot. Het is vreselijk. Die zijn nog, hoe zal ik het zeggen? Het is gewoon nergens over. Die spot krijg je niet door te praten. Die spot krijg je door te laten zien wie je echt bent. Ja, relevant zijn. Ja. Als jij relevant bent, ben je gewoon... Ja en nee, want zoals je al zegt, vrouwen hebben een uiterlijk mee. En uiteraard noem ik geen namen. Maar er zijn vrouwen die daar ook heel goed gebruik van maken. Ja, maar ik geloof die dan wel toch eerder worden geboekt. Ik geloof wel zo'n dan de vrouwen die daadwerkelijk verdienen. Vrouwelijk. Ja, maar vrouw die knap is, die valt door een man na een tijdje. Ik geloof het niet. Tuurlijk. Die wordt misschien overgeboekt hier en daar, maar die wordt niet meer terug. Tuurlijk. Want ja en nee. Die kwaliteit is ja en nee. Maar vertel. Kijk, ik wil niet te veel in details gaan. Er zijn vrouwelijke DJ's. Maar er zijn vrouwelijke DJ's die bepaalde zaken doen voor boekingen. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja? Het is mijzelf. Ja, wie zijn dat? Dit al 20 jaar plus in het hommeltje. Karin. Nee, echt? Ja, weet ik. Ben het. Oh jee. Is mij iets gebeurd? Ik zelf zou gewoon boeken. Nou heb ik iets gestart. Maar is dat zo? Ja. Het is mij zelfs aangeboden. Ik heb het ook meegemaakt. Ja? Van, kom even langs en heb je een boeking. Ik heb hem echt vriendelijk bedankt. En zoek maar lekker verder. Ja, het is ja. Die kijkt helemaal shock. Ik zou als man zou ik toch nooit zoiets doen. Dat is onze wereld. Dan zeg je toch niet over mij. Werkt dat zo? Waarom zou je dat doen? Nee, man. Nee, maar ik snap dat die frustratie is. Je aan het draaien, maar let op. Ik ga eerlijk zeggen. Ik gaf ook niet echt feesten. Ik zat wel bij een organisatie en... ik heb ook vrouwelijke DJ's die zich gewoon op een hele rare manier hadden aangeboden. Van, weet je, wanneer gaan we chillen? En soms dan, is dat dan weer lastig voor mij. Ja, ze werkt natuurlijk een seksuele charme. Ja, dat kan, maar hoe vind je Rudy seks? Ik denk... Maar kijk, Rudy bijvoorbeeld weet van mij... Volgens mij zien jullie 1000 filmpjes. Ik zit in midden in de nacht zit ik te oefenen, te draaien, tot de dag van vandaag. Maar ja, blijkbaar zijn er dus dames die niet oefenen... en alleen een knipoog geven en dan weer boeking. Ja, natuurlijk frustreert dat mij. Dat ik denk van ja... Ja, dat lijkt me, maar ik geloof wel... Vreselijk. Ik geloof wel dat de sterkte blijft staan. En dat jij bent straight. Ik geloof dat soort... Dat Daar kijk ik dus doorheen. Als wij zo waren, dan... Nee, maar daar kijk ik dus met die afro steeds, daar kijk ik dus doorheen. Ja. En je kan nog zo lekker zijn en alles, weet je, maar als je niet kan draaien, dan... Ja, dat vind ik ook. Uiteindelijk, ja. Maar het is een goed punt en de kwaliteit van de vrouwen wordt steeds beter en beter. Ik zelf geef ook sinds kort. Zeker. En Afrofation. Ja, ik heb het laatst gezien. Afrofix, met die vriendin, met chicks. En we eerste editie gaan op AD, ook hier in het mooie prachtige Steekclub Leidse, of Leidseplein. Met prachtige cocktails. Waar blijft de steek dan?
Dat jullie lekker steken eten. En we hebben aangegaan met alleen vrouwen. En idee was alleen, zeg maar, we gaan vrouwelijke DJ's inzetten. Even DJ's die goed zijn. En als familie. En de eerste editie was geweldig. Er komt een tweede editie. En een hele mooie locatie. In Amsterdam, in een hotel. Ik ga niet zeggen wanneer. En we gaan ook hetzelfde concept inzetten. Vrouwelijke DJ's op hoog niveau. En laten zien dat vrouwen net zo goed zijn als mannen. En misschien wel beter. Want vrouwen brengen heel vaak die female vibe. Dat moet ik wel toegeven. Dus Rudy, en je moet je benen scheren. Voor de volgende keer. Nee, hij heeft al geen haar op zijn benen. Ik zit al waarom goed, weet jij dat? Gekeken? Ja, ik wou net... We spelen voetbal samen. Wel heel close allemaal, hoor. Oké, okay, gesprek wordt heel open. Een heel ander gesprek weer. Oké, okay, ik heb geen woorden voor hem, joh. Ik wil vragen aan Rudy. We gaan het afsluiten. Rudy, je hebt binnenkort je eigen feest. Kun je vertellen de datum en waar mensen kaarten kunnen kopen en de locatie? Vrijdag 24 november in Beurt. Night with Lima. Afro Lima. Rudy Lima. 3 uur set. Kaartjes kan je... bemachtigen via mijn Instagram, Rudy Lima DJ. Ja. Je gaat 3 uur draaien. Ik ga 3 uurtjes draaien. Dat is lang. Ja. 3 uur? Positief. Het liefst dat draait is lang. Lekker hoor. Ja, nee, maar dat is. MC Mier is er ook. Nee, MC Mier ga ik niet zetten. Nee. Want je bent zat. Nee. Je bent zat. Ik wil het, exclusief houden. Wil dat ik die mic gewoon pak. Ik wil het exclusief. Hij is best wel duur hoor. Vind je? Nee, hij is dan wel waar. Ik ga MC Mier niet zetten. Omdat we hebben de volgende dag... Patrick Brown. ...staan wij... nee, de volgende dag staan wij I Love Urban. En exclusive. Staan wij in Ahoy. Dus okay, het is een beetje raar. Ja, logisch. In een avond daarvoor. Maar je bent er wel bij. Dus, ik denk het niet. Nee, hij gaat zeker de mic. Hij gaat niet. Ik kan jullie zeggen... Bro, nee. Deze man... Dat is raar. Gaat niet. Nee, dat is raar. Dat vind ik raar. Dat ga ik ook niet. Luister, ik ga niet uit... Ik ga niet uit als ik niet word geboekt. Ja, zo ben ik ook. Ik ga nergens. Maar het is. Maar het is, ik ga ook niet naar. Het doet wel een beetje pijn aan mijn hart. Zonder ringen. Is er geen mogelijkheid daar toch aan MC'en? Want. Weet je, dan beloof ik op pas snel. Hij kan stiekem komen. Nee, maar ik kom mag zeker niet communiceren. Of nou, okay. Ik ga voor u niet doof. Oké, dus buiten de avond dat je niet bent. Wat is je volgende boeking? Mijn volgende boeking is. We zijn zo meteen bij Zazu. En dan gaan we daarna de volgende dag naar. Volgende week. Volgende week gevoelig feestje, volgens mij. We hebben nog een paar dagen op rust, hè? En dan de dag daarna ben ik bij Thalia voor mezelf. Ja, staat dus, zaterdag Thalia. Ja, dat zeg ik net. Deze man heeft de druk. Ja, dat je nog slim hebt, hè? Een oud weekend. Ja, maar ik drink eigenlijk niet zo wat ik echt aan het MC ben. Alleen met Rudy als ik een MC'tje pak. Ja, dus dat is er altijd. Nee, je bent altijd met politiek. Nee, want ik hou niet van drinken. Politiek correct. Van drinken, dat is het. Laaien. Ik ook niet. Ik heb thee. Jullie liegen allemaal. Ik heb thee. Jij ik zeg je eerlijk. Hey, maar wat is jouw volgende leuke boeking? Morgen. Ik ga morgen naar Engeland. Het is allemaal Engeland. En waar ga je draaien? St. Leeds. Oh, nice. Het is een hele mooie locatie. En ik ben super zenuwachtig. Hey, maar dat is toch wel kicken. Dat jij gewoon als Nederlands meisje wordt gevraagd om naar Engeland te gaan. Dat is wel... Ik zeg je eerlijk. Het is sinds mijn eerste jaar. Ik heb eigenlijk nu pas sinds afgelopen jaar echt wat boekingen in Nederland. Dus ik weet niet eens hoe ik het heb gedaan. Corona heeft mij denk ik gewoon... Oké, en wat is je Instagram naam? Kun je even vertellen aan onze gasten? I am Tani J, gewoon elkaar. Oh, zit een punt tussen, ik lieg. I am Tani.j. Misschien moet ik dat aanpassen. Ja, precies. We zetten ook in natuurlijk... Tim gaat ook onderzetten, toch? En dan kunnen mensen je avonturen zien in Engeland. Ja, en zondag ben ik in Rotterdam weer terug. Dat is een soort van... Ja, hoe moet ik het noemen? Een soort van boiler room conceptje. En dan draai ik daar ook even een uurtje. Als ik het red. Als ik het red. Dus Kas, kan je mag afsluiten? Ik draai bij 9 december ook festival. En ik heb binnenkort... Ja, ik heb 6 tracks klaar liggen om te releasen. Oh shit. Afrotech en 3-step. 3? Is 3 december toch? Is mijn 9. 9 december. 9 december. 9 december. Ja. Oké, okay, spannend. Dat zijn goede dingen. Nou, wat wel leuk is van wat we binnenkort gaan doen bij Latin Village, iets nieuws. Het, zeg maar, het heet Latin Village Rendezvous. We gaan het doen in een hele mooie skybar in Amsterdam. En we gaan het opnemen als een soort boiler room. Hm. Dus we zoeken nog artiesten. Ik vraag me af of jullie wat te doen hebben. Oh, ik ken nog wel iemand. Wanneer is dat? Ik doe zo. Ik doe zo. Eerste zaterdag van met met Rashid praten. Ik vond die get-togethers echt heel gezellig. Helaas ben ik er niet. En voor alle artiesten bij elkaar. Wat is de datum? Dat was echt dope. Eerste zaterdag van januari. Dat is volgens mij 6 Weet je nog? Ik ben er helaas niet. Die Ron Blauw. Don't know yet. Nee, niet daar. Dat was boven, toch? Ja, downtown. Hoe heet het ook? Nee, dit is een skybar. Nakara. Nee. Zoiets. Nee, maar zoiets moet je... Oh, zo, ja. Het is een skybar in Amsterdam. Het wordt heel mooi. We gaan het opnemen. Het wordt exclusief.
invite only. Dus je kan geen kaarten kopen. We kunnen alleen mensen uitnodigen. Voor 300 man. We gaan het opnemen. Het wordt zijn boiler room. Oh, dat is leuk. Het wordt gaaf. Lieve mensen, ik wil jullie bedanken. Nee, we willen jou bedanken. Thank you, man. Ja, thanks. Het voelde aan als een soort gesprek met vrienden en als family. Sowieso. Sowieso. Dit was de Let It Village podcast. De 20 year anniversary. Peace. Peace, man. Thanks, peace. Gezellig. En ik ben Rudy Zat. Like en subscribe. Factuur, Simi. Factuur komt eraan. Kan je gaan weten? Gaan we weten? We gaan het nog één keer doen, met z'n allen. Hoi, 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 hoi.